center the mothership. Dit bureau slaat een brug tussen de kunstwereld en het bedrijfsleven. En heeft zo Rotterdam op verschillende plekken verblijf met kunst. Jeroen Everaard richtte zijn mothership 4 jaar geleden op met 1 duidelijke missie. Ik wil kunst en cultuur bij de mensen brengen. De kunstwereld is een vrij gesloten wereld. En ik probeer juist die kunst eruit te halen en naar buiten te brengen. In vrij grote gebaren. En zodat de grote groep mensen die naar het museum gaan het zien. Zodat er toch mensen zijn die zeggen, ja, ik word hierdoor geraakt. En ik wil hier meer over weten en ik wil meer over de kunst aan weten. En dat is voor iedereen, kunst en cultuur. Afgelopen jaar zetten Jeroen en zijn medewerkers Rotterdam letterlijk in de schijnwerpers. Toen ze met 128 lichtbundels de rand markeerden van het in 1940 verwoeste gedeelte van de stad. Een opvallend project, maar is dat genoeg voor de Ketelwinkieprijs? We hebben natuurlijk best wel wat voor het opspringende project gedaan, waaronder de brandfans, maar ook veel meer projecten. Bijvoorbeeld de oorsprong van Rotterdam, het Roze Viaduct, zo zijn er nog meer projecten. Maar ook veel projecten buiten Rotterdam. En we worden ook herkend als een Rotterdamse bedrijf die projecten in de buitenruimte doet. En dat ben ik dus.